Deze keer wil ik het met jullie gaan hebben over duurzaam. Wat is duurzaam? Nou, daar hoor je de laatste tijd heel veel over. Dus het is wel verstandig dat we daar eens een keertje goed naar kijken. In principe komt erop neer dat duurzaam, dat betekent dat dat goed moet zijn voor zowel de mens, ik heb het hier voor jullie opgeschreven, voor dieren en voor het milieu. Dus alles laat zeggen wat slecht is, wat belastend is voor mensen en voor dieren en milieu, dat kun je niet duurzaam noemen. Het moet er goed voor zijn. En niet alleen op dit moment, maar ook in de toekomst. Dus daar moet je dan wel op letten natuurlijk, dat ook in de toekomst, dat je daar dan mee bezig bent. Nou, als je het over duurzaamheid hebt, dan kan je spreken over duurzame kringlopen. Nou, tegenwoordig spreken we heel vaak over recyclen. Dat bedoel je eigenlijk mee dat je afval, wat er op een gegeven moment ontstaat, dat je dat weer opnieuw kan gebruiken. Maar tegenwoordig gebruiken we in plaats van het woord recyclen vaak het woord cradle to cradle. Cradle to cradle. En dat betekent van wieg tot wieg. Nou, ik zal je uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Kijk, als je iets gaat maken, als er in de industrie iets gemaakt wordt, geproduceerd wordt, dan begin je natuurlijk altijd met een aantal grondstoffen. Nou, en van die grondstoffen, nou, dan ga je producten maken en van die producten uiteindelijk krijg je afval. Nou, als je nou van het afval weer opnieuw grondstoffen kunt maken, dat is natuurlijk heel erg mooi. Nou, als je dan grondstoffen maakt die minder kwaliteit hebben dan de oorspronkelijke grondstoffen, dan zeg je, ik ben bezig met downcyclen. Nou, het woord downcyclen wordt dus ook gebruikt in de filosofie van cradle to cradle. Dus in de wieg heb je grondstoffen en uiteindelijk zorg je er weer voor dat je weer grondstoffen krijgt. Maar bij downcyclen is het wel zo dat die grondstoffen die je uiteindelijk weer krijgt, dat die wel aan kwaliteit hebben ingeboet. Nog mooier is natuurlijk als je kan upcyclen. En wat je daarmee bedoelt is het volgende. Je gebruikt de grondstoffen, je maakt daar producten van. Die producten worden gebruikt, uiteindelijk krijg je afval. En van dat afval maak je dan weer opnieuw grondstoffen, maar zonder kwaliteitsverlies. En soms kan het zelfs zo zijn dat je de grondstoffen die je opnieuw krijgt zelf een betere kwaliteit hebben. Nou, dat noem je upcyclen. Dus bij het cradle to cradle worden vaak de twee woorden downcyclen en upcyclen gebruikt. Dit zijn dus kringlopen. Oftewel duurzame kringlopen, omdat je natuurlijk uiteindelijk de grondstoffen weer terugkrijgt. Nou, als je het over duurzaamheid hebt, dan kan je ook spreken over duurzaam ondernemen. Als je een bepaald bedrijf hebt en je maakt allerlei producten, wat is dan duurzaam ondernemen? Nou, als je dat doet, dan moet je gewoon iets doen wat goed is voor mensen. Dus dat betekent dat het salaris goed moet zijn, dat de werkuren gewoon menselijk zijn, dat mensen niet te lang werken. Denk maar eens met name in derde wereldlanden, waar nog wel eens zo is dat mensen voor een hongerloontje ongelooflijk lang moeten werken. En ook is het natuurlijk zo dat je ervoor moet zorgen dat de gezondheid van de mensen niet aangetast wordt. Dat ze niet bijvoorbeeld met hele giftige stoffen werken. En natuurlijk ook, dat hoor je tegenwoordig heel vaak, dat er producten in derde wereldlanden gemaakt worden met behulp van kinderarbeid. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Als je nou duurzaam aan het ondernemen bent, dan moet je ook zorgen dat je goed bent voor het milieu. Nou, ik heb een aantal punten opgeschreven waar mensen die aan het ondernemen zijn zouden kunnen denken. Nou, probeer natuurlijk zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Want je weet, als je fossiele brandstoffen verbrandt, dan ontstaat er CO2. Dus probeer zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Probeer zo min mogelijk energie te gebruiken. En waar je kunt, probeer je andere energiebronnen dan fossiele brandstoffen te gebruiken. En daar hoort ook bij dat je natuurlijk de natuur niet moet vernietigen. Het mag dus niet zo zijn dat je natuurlijk oerwouden gaat kappen alleen maar om bepaalde producten te maken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Of dat je op een andere manier de natuur vernietigt omdat je bijvoorbeeld bepaalde stoffen uit de grond wil halen. Denk bijvoorbeeld aan het winnen van olie. Tegenwoordig proberen ze olie ook wel te winnen uit
gesteentes, waar ze dan die gesteentes kapot moeten maken. Dat noemen ze fracking. Maar ja, dan vernietig je de natuur ook voor een gedeelte wel. Dat is niet goed natuurlijk. En je moet ook zorgen dat je goed voor dieren bent. Dus als er geen proefdieren nodig zijn voor jouw product, om bijvoorbeeld te kijken of het niet giftig is voor de mens, dan moet je ook voor zorgen dat je zo min mogelijk proefdieren gebruikt. En het produceren van bont, ja, daar kan je natuurlijk ook over nadenken of dat wel diervriendelijk is. Zeker als dieren alleen maar specifiek, alleen maar voor het bont gekweekt worden en de rest van het dier wordt weggegooid, dan ben je echt niet bezig met duurzaam produceren. En denk eens aan de vleesindustrie. Het zal natuurlijk al, bij als je vlees produceert, kippen, varkens, koeien, dan kan je natuurlijk ook afvragen, gebeurt dat wel op een manier die goed is voor het welzijn van de dier? Dat is duurzaam ondernemen. Dat je dus goed kijkt, is het wel goed voor de mens wat ik doe, is het wel goed voor de dieren en is het wel goed voor het milieu? Maar ja, zelf als consument, wij zijn natuurlijk allemaal consumenten. Wij kunnen er ook iets aan doen. Wij kunnen ook duurzaam leven. En dat noemen we dan duurzaam consumeren. En ik heb een aantal punten opgeschreven waar je aan zou kunnen denken. Bijvoorbeeld, als je kleding koopt. Ja, waar is die kleding gemaakt? Is het kleding gemaakt bijvoorbeeld in landen waar kinderarbeid gebruikt wordt? Nou, dan kun je erover nadenken om dat soort kleding toch maar niet te kopen. Of denken ze dragen van bont? Dan moet je natuurlijk ook een besluit voor nemen voor jezelf of je dat wel of niet duurzaam vindt. En gebruik van make-up. Voor het make-up, voor sommige soorten make-up, worden proefdieren gebruikt om te kijken of dat make-up wel gezond is voor de mens. En daar kun je natuurlijk ook over nadenken of je wel dat soort make-up wil gebruiken. Want er zijn ook natuurlijk wel alternatieven. Vleesconsumptie. Eet je veel vlees? Eet je weinig vlees? Hoe meer vlees je eet, hoe meer je het milieu ook belast. Dus daar kan je zelf ook een beslissing in nemen van wil ik duurzaam consumeren en hoe ver wil ik duurzaam consumeren. En thuis natuurlijk, bij het scheiden van afval. Nou, dat doen de meeste mensen tegenwoordig natuurlijk. Dan worden flessen apart gescheiden en er wordt papier apart gescheiden. Nou, dan zijn we ook al bezig met duurzaamheid. En je kan natuurlijk denken aan energiegebruik. Hoe lang sta je zelf onder de douche? Want als je doucht, dan gebruik je natuurlijk energie. Doe je de lampen uit als je naar huis toe gaat? Of als je weggaat van huis? Dit zijn allemaal dingen waar je zelf als consument natuurlijk ook over na kunt denken. En een beslissing in kan nemen van in hoeverre je zelf duurzaam wil consumeren. Nou, dit was een filmpje over duurzaamheid. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.